Welkom op deze video. Alsof drie plekjes in Lauwersoog niet genoeg zijn, hebben we ook nog een vierde gevonden. We maken even een wandelingetje en komen we hier bij de haven. Ik zal het even laten zien. Komen we hier bij de haven. Een grote haven met vissersschepen. Daar heb je Wagenborg. Met dat schip ga je naar de Waddeneilanden. Nou, de reddingsmaatschappij die heeft hier ook nog een ligplek. En toen kom ik toch zomaar een bordje tegen campers die kant op. En dat heet hier dan camperplek Haven Lauwersoog. Het is alleen nu gesloten. Kijk, op het papier bij de toiletten stond dat je dus naast een chemisch toilet punt waar je hem kunt legen. Er zit een kast aan de muur. Daar kun je stroom bij halen. Maar die zit nu dicht. Dan staat hier ook wel. Tijdelijk gesloten. Je betaalt hier 2 euro per meter. Dus als je, zoals wij zijn, met onze achterbouw, als ik het zo mag noemen, zijn wij 6,5 meter lang. Dus dan zou je 13 euro in de automaat moeten gooien. Nou, waar we nou staan, het kost 15 euro. Dan heb je wel alles erbij. Maar dit uitzicht is ook niet verkeerd. Kijk, zo de Waddenzee op. Zo als een spiegel. Zo glad. Mooi, hè? Kijk, daar nou, dan gaat hij net achter het andere schip langs. Maar de veerboot... Er is een veerboot in aantocht. Ja. Heel mooi hier. Mooi uitzicht. Volgens mij is die ook wel rustig 's avonds. Ik denk niet dat hier zoveel lawaai gemaakt was. Dus ik zou zeggen, probeer het maar eens even. He, kom hierheen en ga hier ook maar staan. Dus dan kun je gewoon, als je hier bent, kun je 4 overnachtingen doen op verschillende plekjes. Mooi toch? Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.